NEC heeft trainer Pepijn Leinders ontslagen. Het ontslag was onvermijdelijk nadat NEC zondag werd uitgeschakeld in de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Leinders werd op 2 januari aangesteld als opvolger van Adrie Bogers, die weer assistent werd. NEC stond toen op de tweede plaats op 1 punt afstand van Fortuna Sittard. Uiteindelijk eindigde de Nijmeegse ploeg onder Pepijn Leinders als derde. Volgens technisch directeur Remco Overzier was het vertrek van Leinders onvermijdelijk. We hebben de afgelopen dagen heel bewust, heel uitgebreid de tijd genomen om het gehele seizoen te evalueren. Dan kijk je naar de technische staf, dan kijk je naar de selectie, de samenstelling daarvan en de organisatie daaromheen. En vervolgens ga je vooruit kijken. En die evaluatie, daar heb ik de afgelopen dagen heel veel de tijd voor genomen. Dan 's ochtends tot 's avonds laat met veel spelers, veel stafleden gesproken. En dat uiteindelijk ook met de trainer gedeeld. En vandaar het ook naar voren gaan kijken, ja, hoe zien we dat in de toekomst? Ja, en als dan uiteindelijk blijkt dat de verwachtingen niet op één lijn liggen, ja, dan is het verstandig om soms een keuze te maken om uit elkaar te gaan. De keuze om de trainerswissel te doen, dat was een hele bewuste keuze, omdat we door wilden bouwen, omdat we Adrie Bogers ook meer in zijn kracht wilden zetten. Nou, dat, uit de evaluatie blijkt dat ook zeker zo is. Nou, daarin blijkt ook dat de keuze voor Pepijn een keuze is geweest, waarin ook vanuit de groep, de trainingen, et cetera, dat was allemaal prima, daar was heel veel positiviteit over. Alleen op het moment dat dan een tweede seizoenshelft gespeeld wordt, er heel veel gebeurt. Hè? Ook in blessures, in schorsingen, spelers missen, wedstrijden natuurlijk verliezen. Ja, dan komt de druk erop, dan worden de verwachtingen ook wat anders. Dan komen er ook andere dingen kijken. En als je dan uiteindelijk niet promoveert en je gaat vooruit kijken met wat we de komende jaren willen doen, en als de verwachtingen dan niet hetzelfde zijn, ja, dan moet je soms een andere keuze maken. Hoe hard die ook is en hoe, na een half jaar je dat eigenlijk helemaal niet moet willen als club.